In een goed gevulde ballroom van Turarica is vandaag de internationale High Forest Cover Low Deforestation Conference on Climate Finance Mobilization begonnen. Suriname is de organisator van deze driedaagse conferentie, die als doel heeft van gedachten te wisselen over de hoge bosbedekking, de lage ontbossing en de financiering daarvan. 23 landen met een hoge bosbedekking zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie. En daarvan zijn 20 aanwezig, zegt Winston Lakin, ambassadeur milieuaangelegenheden vanuit het kabinet van de president. Bij de opening van de conferentie van morgen riep hij alle Surinamers op milieu te gebruiken als bindmiddel. Het is een van de meest cross-cutting issues die we hebben. Laten we eenheid tonen. Met elkaar samen gaan werken aan de verbetering van ons milieu. We weten dat er uitdagingen zijn, maar alleen als we samen met government, met private sector, met civil society, met iedereen, elke Surinamer, dat we dit heel belangrijk ding samen dragen. I thank you. De klimaatconferentie is officieel geopend door vicepresident Ashwin Adin. Hij gaf aan dat naast cultuur en ontspanning het bos ook plezier geeft. Verder zorgt het bos voor voedsel, houtproductie, schone lucht en zuurstof. De VP wees erop dat Suriname voor lange tijd bijkans 93% van haar bos intact heeft gelaten. Which have been providing multiple benefits to the global community, in particular combating climate change for current and future generations. Ironically, climate change and the sea level rise present huge threats to us as a low-lying coastal state, with more than 75% of our population and the majority of our economic and social infrastructure are at the coast, and we are faced with finding remedies to these problems which we did not cause. We are aware of the similarity of the situation for many of you who are living in the HFLD countries. I am here today with you to reiterate Suriname's aspirations to maintaining a high forest cover and a low deforestation rate. Tot zover vicepresident Adin vandaag bij de opening van de driedaagse klimaatconferentie. De conferentie wordt gehouden in de ballroom van Turarica.